500 meter zitten. Niet dat je dat zegt of dat we stijgen. Stijgen, dus ik ga hem dan moeten zoeken, hè, dat stijgen. Zit jij nog steeds vast aan dat vliegtuig? Nee, nee, dat vliegtuig is al weg, hè. Oh, cool. Wow. Wow. Snel uit, snel uit, snel uit, snel uit. Draaien. Hoor dat het stijgt, hè? Piep, 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 piep. En nu gaan we hier blijven draaien om de lucht te gaan. Zijn we op vliegen? Pardon? Kun jij vliegen? Niet toe. De stick vastnemen met de rechterhand. Ja, met de rechterhand?
Ja? Met de rechterhand links doen. Ja? En losjes, hè? Ja? En de voet op die pedalen. Ja? Anders zal ik die wel doen, want die zijn redelijk zwaar. Ja, en ik raak daar ook niet aan. Nee, dat is oké. Ik zal wel mee coördineren. Oké, naar voren is naar beneden. Naar voren is de neus naar beneden. Ja? En sneller. Ja? Naar achter. Probeer maar eens heel zachtjes een beetje naar voren. Naar voren? Ja, dat is genoeg. Oh, oh, dat is eng. Dus dat luistert goed, hè? Ik doe al terug naar achter, hè? Ja. Amai, dat is toch wel heel gevoelig. Dat is gevoelig, ja. Oh, amai, ja. Amai, zeg. Ja, dat is gevoelig. En links en rechts, dat is... Oh, dat is... naar links houden. En nu doe ik even niks, pak maar even vast, hè, Tim. Oké, ik heb het. Oh. Kijk eens, daar is uw zus. Die wordt hem opgetrokken nu. Daar is Mol. Nu zijn we bijna in Mol. Daar, dat daar, zie je dat? Wat is daar? Dat is Mol. In het vliegtuig. Hoi. We zitten op 600 nu bijna, hè? Ja. En tot hoe hoog ga je soms? Het hoogste dat ik ooit geweest ben, dat was 6500. Oh, oké. Okay. In de bergen, niet hier. Het hoogste hier denk ik 2700. Ah ja, toch zo hoog. Ja. Maar op een normale dag 1000 tot 1500 meter. Oké. Okay. We gaan stilletjes aan een beetje naar boven. Hoe voelt je, Timo? Je bent zo stil? Ja, goed. Ik ben aan het filmen. Ah, wat? Kijk, mijn zus! Mijn zus! Ah. Mijn zus zit daar zo. Ja. Kijk, mijn zus zat daar zo. Oh, als je dit ziet. Oma, mijn zus zat daar zo. Linden vindt het nog leuk? Ja. Is het leuker dan motorvliegen? Ja. Het is stiller, hè? Ja. Nee. Oeh, het maakt toch minder lawaai? Dat piep. Ah, dat piepen, dat maakt wel veel lawaai, ja. En dan vrees ik dat het gedaan is bijna, Timo. Geniet er nog maar volop van. Het is al hier nu al om. Ja. Want de thermiek is... Dat klein thermiekbelletje van de ruist heeft ons nog even in de lucht gehouden. Maar dat zal niet veel langer meer duren. Nou, dat nu hier al beginnen ze. Stik naar links, voet naar links, terug in het midden. En dan vliegt hij rechtdoor. Oepla! Ja, dat zijn luchtbewegingen. Ja. Grote vleugels volgen dat, hè. Oké.
zoals in de kermis. Ja. Ontspannen zeg. Nee, sapa. We gaan eens kijken of we Peter en Ine kunnen vinden. Ja. En waar zijn zij? Zie je hem? Nee. Ik ben eigenlijk aan het concentreren geweest op mijn stijgen. Ah ja, maar doe maar. Ik zal wel kijken. Concentreer jij maar op dit vliegtuig. Nou, wij moeten kunnen multitasken, dat het niet mooi is. Hè? Ja. Ah, daar. Wat zijn zij? Links. Oh. Naar heel beneden. Heel beneden. Zie je ze? Ah ja. Zou dat niet? Ja, dat zijn ze. Ja, hè? Nee, oppassen, want nu gaan we landen. Precies, misschien. Wel, maar eens even. Nee, dan gaan we nog iets van ons op doen, hè. Dan hebben we nog iets speciaals gedaan, hè. Voilà, we zijn geland. Oh. Dat was spectaculair op het einde, hè? Ja. Vond je het leuk? Ja. Te kort? Ja, ik vond het te kort. Ja, ik vond dat ook. Maar ik heb mijn best gedaan. Wacht, we gaan misschien eerst die parachute uitdoen, hè? Dat weegt nogal veel om daar.